Het Indonesische vrijheidsstreven vindt in Nederlandse kringen begrip. En in Malino komen Indonesiërs de nieuwe status van deze gewesten bespreken. Het centrum van dit overleg is dokter Van Mook, de luitenant-gouverneur-generaal. Oost-Indonesië, een nieuwe staat is geboren. President Sukawati arriveert in Makassar, de hoofdstad van Oost-Indonesië, een der deelstaten van de te vormen federatie. In een groot defilé en in machtige betogingen toont de bevolking haar vreugde over dit bereikte doel. Hier wordt de nieuwe mogelijkheid aangetoond. West-Borneo is in Daerah Istimewa een bijzonder rechtsgebied geworden. Ter ondertekening van het statuut arriveren de ministers Beel en Jonkman, de landvoogd en de commissie-generaal in Pontianak. Is een nieuwe stap gezet op de weg naar staatkundige opbouw en economische rehabilitatie van het nieuwe Indonesië. Lingajati, een naam die tot een begrip werd. Tot een overeenkomst welke nieuwe wegen opende tot een vreedzame, trouwhartige en energieke samenwerking van alle die Indonesië groot willen maken. Maar het Japanse gif was gezaaid, een sfeer van haat ontstaan. Japanse instructeurs hadden jonge Indonesiërs tot vechtautomaten opgeleid. Deze hebben strijdorganisaties gevormd die desnoods zelfstandig en ook door elkaar heen een politiek voeren. Kadaverdiscipline en ganzenpas. Het kon Duits zijn als het niet Japans was. Deze strijdorganisaties oefenden aan de beruchte demarcatielijnen terreur uit die zich uitte in voedselblokkade en vernielingen. Zo werden de dijken van de Brantasrivier bij Mojokerto vernield en de afvoersluizen gesloten, zodat de gehele omgeving onder water werd gezet. De oogst is vernield, de kampongs ontredderd, zinloze vernietiging, ontzaglijke schade.
En het is de Indonesische bevolking die hongert, omdat het water de te velde staande rijst deed verrotten. Een nieuwe ramp is gekomen over de reeds zo zwaar getroffen bevolking. Daar waar dit mogelijk is, in het door Nederlandse troepen gecontroleerde gebied, demonstreert de bevolking tegen deze terreurgroepen. De Bandung wordt de Pasundan gesticht. Het doel van deze partij is een afzonderlijke Soendanese staat in West-Java. Leider is de voormalige regent van Garut, Surya Kartalegawa. De tenuitvoerlegging van Lingajati levert inmiddels grote moeilijkheden op. Delegaties reizen heen en weer tussen Batavia en Djokja. Minister Shahrir moest aftreden. Minister Amir Sharifuddin vervangt hem. Per extra trein arriveert de vicepremier Dr. Setyajit uit Djokja. Vijandelijkheden moeten worden gestaakt. Geen vernielingen, geen voedselblokkade, geen infiltraties in Oost-Indonesië en Borneo, geen terreur meer. Het antwoord van de heren Ghani en Setyajit, beide vicepremier, op de laatste brief van de luitenant-gouverneur-generaal, noodzaakt de Nederlandse regering tot ingrijpen.